Goeiedag, ik ben Roel Deltiens en ik ben cellist. Podcast Freelancer. Wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici. Gehost door Frauke Elsen en Florissant Bataille. Dag allemaal, welkom bij het tweede seizoen van podcast Freelancer. Hier bij ons zit cellist Roel Deltiens, die een prachtige internationale carrière achter de rug heeft, zowel op moderne als op historische cello, zowel als solist als als kamermuzikus. Roel, op jouw website staat jouw levensverhaal te lezen. Heel mooi vind ik dat om dat te lezen. Maar er staat ook in dat jij op 15-jarige leeftijd eigenlijk het helemaal gehad had met muziek en eigenlijk het liefst wilde stoppen en iets anders doen. Maar dat mocht niet van je vader. Dus eigenlijk hebben we het aan je vader te danken dat jij nu... Aan zijn doorzettingsvermogen. Ja, het was dat is een bekend verhaal in de familie en bij mensen die mij kennen. Maar mijn vader vond dus dat tijdens hun majora-studies ik toch iets creatiefs moest doen ook. Want vandaag de dag is dat nog erger. Hè? Er wordt minder en minder aandacht besteed aan de creatieve vakken in de school. Maar toen was dat ook al het geval. Dat werd stiefmoederlijk behandeld eigenlijk. En mijn vader vond dat belangrijk. En die zegt van ja, zolang als je je majora-studies doet, moet je iets erbij doen dat de andere kant van je persoonlijkheid zo'n beetje doet ontwikkelen. En bij ons thuis was dat, wij hadden zo'n soort van verloop van als wij zes, zeven jaar waren, dan begonnen wij met blokfluit te spelen en nadien kwam dan de piano erbij en bij mij was dat niet anders en die pianolerares heeft dan gevoeld dat er talent aanwezig was en die wou het onderste uit de kan halen, maar ik was toen 12, 13 jaar en hoe meer dat ze haar best deed, hoe minder dat ik wou, want er was ergens zo, puberteit kwam eraan en zo. Dus dat was voor mij een verschrikking en dat is een heuse crisis geweest toen en ruzies thuis en alles erop en eraan. Maar mijn vader heeft zo gewoon zijn been stijf gehouden en die zegt, oké, om de duur, je moet geen piano meer doen, maar kies dan iets anders. Ja. Maar je zult verder doen. En ik ben dan op aanraden van mijn broer Koen, die was blokfluitist, die is nog steeds professioneel blokfluitist. En die was toen al heel erg bezig met dat alles en die zegt van, goh, neem cello, dat kun je mij begeleiden, dat kun je de continuo spelen. En ik heb dat dan gewoon gedaan, omdat hij mij dat gezegd heeft. Ik had even goed slagwerk of trompet of weet ik veel, ik moest iets doen. Dus voor mij was het eigenlijk allemaal oninteressant. En dan met die cello ben ik op een leraar gevallen, die dus compleet tegenovergestelde was. Van maar mijn dat wel strenge lerares. Ja, ik moest gewoon alles zelf uitvinden. Ja. Die heeft mij de cello gegeven, die heeft een boek en dat gaat zo en zo. En voor de rest, die was totaal onambitieus, die mens. En dat was mijn geluk, want ik heb dus in één keer moest ik alles zelf doen en ik vond dat geweldig. En dat heeft niet lang geduurd of ik was echt zodanig bezeten van die cello en die muziek dat ik al vrij vroeg wist dat ik muziek wou verder studeren. Dan heb je onmiddellijk de klik gemaakt van, dit is wat ik met mijn leven ga doen. Ja, en dat ging ook allemaal heel, heel snel en zo. En ja, dat was fantastisch. En heb je het gevoel, als je een andere leerkracht had gehad voor piano, dat er hier nu misschien een sterpianist voor mij zou zitten? Misschien wel. Het is vreemd, hè? Want meestal, misschien als een leerkracht apathisch is, dan heeft dat doorgaans ook invloed op de leerling. En gebeurt er niet zoveel, maar in dit geval was eigenlijk een minder sturende coaching voor u de sleutel tot succes? Ja, dat was gewoon die moment van mijn leven, was dat voor mij de redding eigenlijk. Hè. En ik ben zo blij dat mijn vader toen zijn been heeft stijf gehouden, want zonder dat. Mijn jongste broer bijvoorbeeld, die heeft een gelijkaardige crisis doorgemaakt en dan hebben mijn ouders gezegd van, geen niet tweede nog een keer. Ja, en die is dus gestopt met muziek en heeft eigenlijk altijd wel spijt van gehad. Ja. En dan is het daarna voor jou heel snel gegaan. Binnen de kortste keren had je jouw eerste prijs behaald, was je toegelaten in de Elisabethkapel. Dat is dan gewoon
omdat je ontzettend veel talent hebt? Of was het ook Ja, wel beide. Want talent is, je kunt heel getalenteerd zijn, maar als dat niet ergens geslepen wordt en als dat niet aan gewerkt wordt, dan is dat ook niks waard. Hè. En ik heb wel, moet ik wel zeggen, ik heb wel heel, heel hard gewerkt. En ik werd daar ook wel heel sterk in ondersteund, hè, door mijn ouders, door iedereen die rond mij, want iedereen nam dat heel serieus. Maar dat is inderdaad snel gegaan, want ik kan nog altijd niet geloven. Als ik nu bijvoorbeeld jonge mensen zie die ingangsexamen doen voor de school in Zürich waar ik professor was, dat ongelooflijke niveau dat mensen al hebben als ze 17, 18 jaar zijn, dat is tegenwoordig de laatste jaren, dat tart elke verbeelding. En in de tijd, als ik 17 jaar was, ik kon gewoon niks. Nee, ja, ik was begonnen als ik 15 jaar, ik was pas begonnen. Maar ik werd toen ook al de hemel ingeprezen, om het zo te zeggen. Maar als ik dat dan vergelijk, zo van... Ja, en het is snel gegaan. Ik ben naar de kapel gegaan toen. Ik heb daar mijn achterstand kunnen inhalen. Want mijn eerste prijs, dat je noemde toen, de eerste prijs wat dat nu een masterdiploma is. Een hoger diploma. En zo, ja, voilà. Ik had dus mijn eerste prijs na 2 jaar al op cello. Maar nou, dat stelde eigenlijk niks niet voor, vind ik nu nog steeds. En ik heb geluk gehad dat ik dan nadien in de kapel ben kunnen gaan. Daar heb ik 3 jaar op kosten van mecenaat eigenlijk was dat. Ik heb daar kunnen wonen. Ik heb daar, wij moesten een heel groot repertoire per jaar afwerken. En voor mij was dat natuurlijk een gedroomde situatie, want ik had nul repertoire. En ik heb dat daar op 3 jaar tijd kunnen uitbouwen. Ik moest aan niks anders denken ook. Hè. Ik moest geen geld verdienen, want alles was daar. Dus, en zo is dat gegaan. Maar ik heb dus tot op de dag van vandaag, is misschien wat, maar voor een paar jaar, dat ik echt het gevoel had dat ik steeds beter werd. Ik ben altijd bezig gebleven. Altijd eraan blijven, altijd proberen. Maar je had daar geen persoonlijke crisis van of zoiets, dat je dacht van, ik heb hier van alles in te halen op mijn leeftijdsgenoten, dat je daardoor onzeker voelde of zo? Ik heb mij wel vaak afgevraagd van, hoe zou het nu gespeeld geweest, hebben als ik had begonnen als ik 4 of 5 jaar zou geweest zijn. Natuurlijk, dat is een domme vraag, want niemand kan dat beantwoorden. Maar ik zie genoeg en ik ken heel veel achtergronden van studenten van mij die dan echt heel vroeg begonnen zijn. En dat is geweldig, hè? Als je van kleins af aan een goede ondersteuning hebt en je doet het graag en je kunt het goed. En dan krijg je zo van die situaties. Zoals ik daar juist zei, van die studenten van mij die 17 jaar zijn en die gewoon perfect spelen. Hè. En waar is de taak dan in de loop van de studiejaren die nog volgen na die 17 jaren? Want je zegt van ze spelen eigenlijk al perfect. Waar ligt dan de pedagogische uitdaging net om die leerlingen dan nog verder te krijgen? Ligt het dan eerder het vormen tot mens, tot rijpere muzikant? Want als ze technisch al bijna volmaakt zijn, toch een ander soort opdracht dan iemand die hier jongens nog van alles fijn te stemmen heeft om die te begeleiden. Ja, het gaat eerder het gaat over de muziek. Hè. Ja. Het gaat over de muziek, maar ja, dat gaan zo. Ja, het instrument perfect beheersen is één ding, maar als je natuurlijk dieper in de muziek indringt, dan komt er toch nog een heleboel techniek bij kijken, ook van. En voornamelijk vrijheid, souplesse en zo, die dingen. En om tot een grote uitdrukkingskracht te komen in muziek, heb je gewoon een hele organische manier van spelen nodig. Je moet zo vrij kunnen zijn dat de mensen allemaal zeggen van, oh ja, zo moet het. Hè. Zo, ik kan dat ook wel. Het ziet er heel simpel uit. En dat is het grootste compliment dat iemand kan geven. En daar gaat dat voornamelijk dan over. Hè. Je kunt natuurlijk spreken over stijlen en zo. Dat komt er allemaal bij.
En natuurlijk, wat je zegt, is dat de vorming van mensen, ik denk voor de jonge mensen die in een hogeschule of een universiteit komen, ja, die zijn zodanig in ontwikkeling en als, ja, die lessen zijn dus bijna altijd onder vier ogen, gebouwt toch wel een zekere intiemere relatie op dan met iemand, dan een leraar die voor een klas van 20 mensen staat. Hè. Dat gaat toch dikwijls ook over zo, ja, meer menselijke problemen van die moment en zo. Ja. Maar dat is het mooie, hè. En elke student is helemaal anders. Zowel in zijn muzikale begaafdheid als mens ook. Je moet ze ook allemaal anders aanpakken. Dat vond ik wel eigenlijk heel boeiend. Ja. Je vertelde daarnet al dat je veel steun hebt gekregen van je ouders en je familie. Je komt uit een heel muzikale familie, als ik het goed heb. Ja. Hoe belangrijk was dat voor jou? Heb je het gevoel dat dat deuren heeft geopend? Ja, ik denk dat wel, want mijn vader die kende natuurlijk heel veel mensen die in de muziekwereld zaten. Mijn vader was orgelist en die heeft harmonieles gegeven aan het conservatorium in Antwerpen en in het Lemmens Instituut. En nadien was dat de solfège, de notenleerleraar daar. En ja, god ja, hij zat daar gewoon in die wereld en natuurlijk, ik was dan de zoon van mijn vader. Mijn vader moest er dan nadien altijd mee lachen en nu vragen ze, zet jij de vader van? Vroeger was het net omgekeerd. Ja. Maar ik denk dat wel, ja. Mijn vader heeft mij toch ook kunnen voorstellen aan mensen en zo. En, ja. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is, want ik ben eigenlijk in de kerk groot geworden. Hè. Met dat orgel. Ja. Ik vind dat nu nog altijd de mooiste muziek dat er is, orgelmuziek. Ik denk ook dat dat de beste muziek is die bijvoorbeeld Bach ooit geschreven heeft. Dat is van zo'n grandioze kwaliteit en ja, bij ons thuis ook, ja, als wij dan samen aten, bijvoorbeeld 's middags of 's ochtends, ging de radio aan, dat was altijd heel vaak. Mijn broer leefde dan altijd LP's op, dat waren LP's in de tijd, met Bach, 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 Bach. Altijd Bach en ja, ik ben heel mijn leven, ook mijn carrière, zit vol met Bach. Bach suites, ja, dat zijn zo van die dingen die zo'n deel van mijn DNA zijn eigenlijk. Ik kan dat niet anders noemen, want zonder Bach zou ik het mij moeilijk kunnen voorstellen. En dan ben je niet kort na je studies aan de Elisabethkapel naar het buitenland gaan studeren. Was dat dan een wereld die openging? Want ja, daar zei niemand van, ben je de zoon van? Nee, ja. Ja, dat was heel speciaal, want ik heb 6 jaar bij dezelfde leraar cello gestudeerd, bij André Messens. Dat is een leraar die heel weinig nog zullen kennen, want de mens is ook al een hele tijd overleden. Maar dat was toen dé celloleraar in Vlaanderen, in elk geval. En cellisten van mijn generatie zullen die wel kennen. En de meeste cellisten van mijn generatie zijn door hem gevormd. Ik heb 6 jaar met hem gewerkt en dan, ja... Het is Eugène Traille, dus de vroegere directeur van het Conservatorium van Antwerpen, die mij gezegd heeft, jij moet naar het buitenland gaan. Mm-hmm. Jij moet dat gewoon doen. En zo. En ja, ik ben dan beginnen kijken en dat werd dan gezegd, mijn groot voorbeeld was Pierre Fournier, de cellist, dat was nog steeds. Maar dat was dan tegelijkertijd ook André Navarra, die als pedagoog heel hoog aangeschreven stond, wereldwijd. En ik ben dan na mijn eindexamen in de kapel, ben ik meteen, dat eindexamen was begin juli, en 2 dagen nadien begon de cursus in Genève bij Pierre Fournier, en dat was een maand lang. En de maand nadien was in Siena, in de Academia Chigiana, de cursus van André Navarra. En daar kwam ik voor het eerst. Ik had altijd les gekregen onder vier ogen. Mm-hmm. En in één keer zat de klas vol met cellisten van overal. Dat was tamelijk, dat was heel speciaal. Confronterend. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat was... Ik had dat nooit, ja, nee. En zo'n cellisten die luisteren met andere oren dan... Hè, het was wel heel speciaal, maar dat is allemaal goed verlopen. Mm-hmm.
Maar ja, dat heeft wel mijn ogen geopend, gewoon omdat je ook andere mensen leert kennen. Je ziet wat dat er ineens allemaal mogelijk is, want ik kwam uit een hele kleine nest eigenlijk, hè. Zo'n heel een bubbel van... En dat heeft mij inderdaad... Ik heb toen mensen leren kennen, die hebben mij uitgenodigd ook. Ik ben vaak uitgenodigd geweest om links en rechts te gaan spelen. En dat is toen in Genève ook begonnen. Nu dat ik erover spreek, moet ik eraan denken van dat de zoon van Pierre Fournier had mij horen spelen daar en die heeft mij dan bij hem thuis uitgenodigd om met hem, dat was een pianist, om met hem wat muziek te maken en zo. En daar zat dan iemand die verantwoordelijk was voor concerten, zondagsconcerten in Genève en zo, dat begint dat te rollen en dat is zo, in elk geval in mijn geval, heel simpel geweest. Ik heb eigenlijk nooit iets moeten ondernemen. En dat is natuurlijk heel frustrerend, hè, voor andere mensen die dat zo horen. Maar in mijn geval is dat zo allemaal vanzelf gegaan. Want ja, muzikanten die dan... Ja, ik heb met zoveel mensen samengewerkt die mij dan... Ja, of ze horen over jou en ze vragen het u gewoon. Of ze hebben u horen spelen en je wordt dan zelf uitgenodigd. Ik heb nooit een manager gehad ook, bijvoorbeeld. Alles zelf gedaan, ook van boekingen en dergelijke, zelf beheerd. Ja. 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 Nooit nood aan gehad. En management. Dat liep allemaal vanzelf. Ja. Weet je waar veel tijd in kroop toch? Want als je planning moet maken, soms letterlijke seizoenen vooraf. Voor veel papierwerk bij kijken. Mm-hmm. Ja, weet je, de soloconcerten en zo, dat is eigenlijk allemaal relatief eenvoudig. Mm-hmm. Hè? Maar ik weet nog wel, als ik mijn ensemble begonnen heb, dan zat ik meer aan de telefoon dan achter mijn cello. Hè. Dat was gewoon zo. Ja. En je hebt niet van in het begin een staf administratie medewerkers. Dat heb je niet. Je moet beginnen van nul. En ik herinner mij dat. Hè. Dat zijn een paar jaar geweest dat ik echt meer aan de telefoon zat dan aan mijn cello. Ja. Maar je vond dat blijkbaar niet zo erg. Als je echt iets wilt, hè, dan moet je gewoon doorduwen. En eender wat het kost, en dat is nadien dan wel veranderd. Hè, want na een aantal jaren hadden wij een staf van 3 fulltime medewerkers. Hè. Ja. Ensemble d'Expansion was goed bezig. Hè. En, maar dat begin, en ik denk dat dat voor iedereen is, en voornamelijk zo in deze context, als je dat hier kan vertellen, je mag nooit verwachten dat de zaken vanzelf gaan komen. Want mijn loopbaan als cellist, als solist, dat mag je niet als voorbeeld stellen. Ja. Door als gewoon, zo is dat. Dat is helemaal niet. Ik ben zeker niet meer de tijd van vandaag. Belangen niet. En zou je kunnen stellen dat je de right man in the right place was, misschien op een manier. Dat heel veel dingen gewoon organisch, correct liepen. En je moet de chance hebben ik heb de chance gehad om... Zo mensen zoals bijvoorbeeld Eugène Traille, hè, veel mensen kennen die misschien ook niet meer, maar dat was dus directeur van het Conservatorium in Antwerpen, was eerst een hele bekende pianist vroeger, dan is hij directeur van Antwerpen geworden en nadien was hij juryvoorzitter van de Koning-Elisabeth-wedstrijd. En als die niet gewoon gezegd had van kijk, jij moet hier weg, hè, er zit meer in, als ik bijvoorbeeld... toen der tijd het nethoofd van Radio 3, Pieter Andriessen, niet tegen het lijf had gelopen, dan had ik ook nooit niet op de radio gekomen in het begin, want die steunde mij onvoorwaardelijk en ik weet niet waar ik dat verdiend heb, want ik kende hem eigenlijk niet, maar hij was dan ook heel goed bevriend met de baas van Accent CD's, toen, Andreas Glad. En zodien heb ik mijn eerste... En van het een komt het ander en je moet dus de juiste mensen leren kennen en de pure chance hebben. Wat dat betreft heb ik echt pure chance gehad. Maar misschien kunnen we nog eventjes dieper doorgaan op de oprichting van je eigen ensemble. Mm-hmm. Dat is een ensemble waarmee je ook veel hedendaagse muziek deed. We hebben hedendaagse muziek, veel niet, maar toch wel verschillende keren. Ja. En dus dat was gewoon op een dag, je stond op en je dacht, ik ga mijn eigen ensemble stichten, of hoe is dat precies gegaan?
Als solist was ik vaak uitgenodigd op kamermuziekfestivals, zo her en der. Mm-hmm. En zo'n kamermuziekfestival is heel speciaals, want in mijn geval werd er dan gewoon solisten, zo mensen met naam en faam bijeengezet en dan moest je een kwartet, pianokwartet van Brahms doen of zo, of weet ik veel. En je hebt dan op zo'n festival, ze hebben doorgaans heel weinig tijd om te repeteren. Mm-hmm. En het probleem van heel veel solisten is dat ze zichzelf willen laten horen in de eerste plaats en niet echt. Hè. Ja, ik moet ook zeggen, af en toe gebeuren er mirakels. Dat is ook gebeurd, maar meestal was het een verschrikking. Ik vond het een verschrikking. En ik heb toen besloten om zelf een eigen ensemble op te richten, om die zaken echt mooi te doen. Om echt een ensemble sound te vinden en zo. Zo is dat gestart. En dan heb ik het geluk gehad. Helemaal in het begin van, dat was wel een speciale start moet ik zeggen, Alain Platel, de choreograaf hier. Ja, voilà, die liep met plannen rond muziek van Bach. En dan heeft Pieter Andriessen, weet dezelfde, Danettos, die zat dus in de bestuursraad van het festival of zo, die dat produceerde, heeft mij dus aanbevolen om dat te doen, om voor de muziek te zorgen. En dan heb ik dat aangenomen, omdat Bach was, want ja, het ging over heel veel optredens. Hè. Ik denk 150 keer hebben wij die productie gedaan, iets zo Bach heette dat. En dat was wereldwijd, hè. Dat heeft 2 jaar tijd geduurd en hebben we constant rondgereisd. En, maar dus dat was fantastisch, hè, voor Ensemble Exploration. Mm-hmm. Dat was en dan de vrije dagen tussendoor hebben wij dan concerten beginnen geven, de muzici zonder de dansers en zo. En zo is dat begonnen eigenlijk allemaal. En dan nadien is dat opgebouwd geweest, want ja, ik wou ook geen theatermuziekgroep zijn. Het is toch een beetje een crossover avant la lettre, waar nu toch heel hard op ingezet wordt ook, zowel muziek met woord, muziek met dans, ja. Maar dat deden jullie dus eigenlijk al vele jaren voor het hip werd. En dat is moeilijk hè, tegenwoordig, want een gewoon concert spelen is zo moeilijk, want dat blijkbaar niet meer, dat is niet goed genoeg. Daar wilde ik op inpikken, want u spreekt over kamermuziek en wat ik hoor waaien als ik met programmatoren spreek of mensen die concerten inboeken, dat de toekomst voor kamermuziek het minst veilig is van alle niches van de klassieke muziek. Dat symfonische concerten, solistische optredens, maar dat het voor strijkkwartetten, pianotrio's of bezettingen die iets minder vast zijn, dat het steeds moeilijker wordt om aan de bak te komen. Is dat iets waar je kan inkomen of bij jezelf al gemerkt hebt? Het is moeilijk om te zeggen, want de kamermuziek denk ik is sowieso al altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld. Als je het in elk geval vergelijkt met solo optredens, hè, waar dat dan de solist staat, de ster, de halfgod, om het zo maar te zeggen. Mensen hebben dat blijkbaar nodig. Zo iemand om naar op te kijken en dat is deel, denk ik, van het menselijke, van de menselijke natuur. Symfonische orkesten, ja, die hebben ook hun eigen afzetgebied, zeg maar. Hè. Dat is groot, dat imponeert, dat is iets anders. Want kamermuziek aan zich is inderdaad altijd wel een beetje. En dat zou mij niet verbazen dat zo blijft verder gaan. Maar het is moeilijk om in de glazen bol te kijken, hè, wat dat betreft. Maar ja, in hoeverre dat ook te maken heeft met die, ja, dat interdisciplinaire, dat er altijd maar zit aan te komen, of dat zich altijd maar verder uitbreidt en zo. Ik vind dat ik vind dat heel goed. Hè, als dat, ik heb heel prachtige dingen gezien en ik denk bijvoorbeeld die productie dat ik met Le Balaisier de la Baie gedaan heb, iets op Bach. Ik heb nadien ook met Larbi Cherkaoui een soloproductie gedaan met allemaal 20e eeuwse solo cello muziek. Wat dan niet vanzelfsprekend is, hè, 20e eeuwse solo strijker, zo met moderne dans, maar dat was zo dat
pakte zo in elkaar, dat ging zo mooi samen. En het een ja, versterkte het andere eigenlijk, om zo te zeggen. Want die productie met Alain Platel ook. Platel is gekend om niet meteen de mooiste kant van de mensen te laten zien op de scène, hè, of van onze wereld. En dat in combinatie met die muziek van Bach, dat toch wel van het mooiste is dat er op onze wereld bestaat. Hoe dat allemaal in elkaar ging en er werd geroepen en geschreeuwd op de scène. Er werd met metalen zagen gegooid, met alle mogelijke dingen. Terwijl dat wij daar in onze bubbel die Bach zaten te spelen. Ja, dat was geweldig gewoon. Dat was echt geweldig. En maar het moet op zo'n manier gebeuren, dat interdisciplinair. Want je ziet ook zoveel zaken waarvan dat je je afvraagt van ja. Waarom is dat nu? Wat is de meerwaarde? Wat is de meerwaarde ervan? En ja, het is een beetje modeverschijnsel. Ik denk ook ergens een mag ik misschien niet zeggen, maar een commerciële wenk. Mm-hmm. Omdat het toch ergens ja, makkelijker is als die twee niches zich met elkaar verbinden. Mm-hmm. Zeg maar moderne dans en hedendaagse muziek of muziek in de 20e eeuw. Dat spreekt natuurlijk een iets groter publiek aan dan, mocht het een recitaal zijn, puur die hedendaagse cello muziek. Had het misschien een ander publiek, had het misschien geen 150 concerten nagehaald. Dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad zo. En ik ga nooit vergeten een moment dat we in Parijs optraden met Alain Platel toen. En ja, Parijs, dat waren 4 avonden, helemaal uitverkocht altijd. Over het algemeen groot succes, maar af en toe werd er ook gewoon uitgefloten. Hè? Omdat ja, Platel is af en toe hevig. En het ging ook vaak over heel politieke zaken van het moment en zo. En ik herinner mij een van die optredens, ik spreek nu over, ja, dat is een dikke 20 jaar geleden, een van die optredens was, we werden uitgejouwd en uitgefloten. En er kwam een man naar voren, want wij stonden van voor te groeten, en er kwam een man naar voren en die zei van, alles wat ik hier vandaag gezien heb, zegt hem, was gewoon niks. Maar de muziek was prachtig. Van wie was die? Vroeg hij. Had nog nooit Bach gehoord. Van mij. Dat is toch geweldig, ja, zoiets. Fantastisch. Hè? Raakt u dat dan als er uitgefloten wordt? Want dat is iets waar natuurlijk met hart en ziel naartoe werkt. En dat is het gewoon een volle zaal. En dan voel je van, dit wordt hier eigenlijk niet goed onthaald. Of kan je dat eigenlijk loskoppen en zeggen van, god ja, volgende avond beter. Ik zou het wel veel erger gevonden hebben als dat moest gebeuren nadat ik Saint-Saëns concert gedaan heb of zo. maar in zo'n productie, je weet dat je daar echt tegen de schenen stampt van bepaalde mensen. Dus, maar gelijkaardig iets heb ik wel voorgehad met toen ik nog cellist was in het orkest van Frans Brugge, het orkest van de 18e eeuw, in de Scala van Milaan. Speelden we toen en Beethoven symfonieën, maar ja, Scala van Milaan is toch een instituut, meer traditioneler bestaat er niet. En wij hebben daar dan Beethoven gespeeld zoals ja, wij Beethoven spelen. Ja. En dat was het rumoer na afloop, de een helft van de zaal floot ons uit en riep. En om de duur was dan de strijd tussen de ene helft van de zaal en de andere helft. Dat was ook leuk. Dat was gewoon heel leuk om te zien. Maar het een is het een en het ander is het ander natuurlijk. Hè. Ik vind dat, ja. Maar het is plezant als het publiek raakt. En dan is natuurlijk zo'n live gebeuren wel een meerwaarde, denk ik. Hè. Want zo die, ja. Een pianorecital kun je ook thuis in je zetel beluisteren met de koptelefoon op. Ik weet niet of dat mij, ik ben er gewoon hardop aan het denken, ik denk dat ik daar thuis evenzeer kan van genieten als in een concertzaal. Ja. Mm-hmm. Maar natuurlijk zo'n gebeuren samen met dansers en acteurs, ja, dat gaat gewoon thuis. Hè. Mm-hmm. Moeilijk. Om daarop in te pikken, vorig jaar tijdens de coronacrisis was er dus een tv-zender waar heel veel
prachtige producties te zien waren. Ja, ja. De naam ontstapt mij nu even. En daar zag je ook onder andere de productie van Rosas. En ook met Cello. Ik denk dat Jean-Guy Hasse is die speelde. Ja. En ik was er naar beginnen kijken en ik dacht ook, ik hou dit niet vol. Mm-hmm. Omdat de magie die in de zaal bij zo'n soort voorstelling ontstaat. Ik ben hier in dit huis nog naar de Goldberg-variaties gaan kijken met Anne-Therese de Keersmaker. Ja. Dat zijn zo fantastische ervaringen. Je wordt er helemaal in opgeslorpt. En ik vond toen het medium beeldscherm, ik vond dat niet toereikend. Dat is een afstand. Dat is een enorme afstand. Dat en eigenlijk, ik vond het niet prettig, omdat dat op die manier... Maar ook omdat je die dansers, je moet die kunnen bezig zien in de ruimte. Zo je moet daar eigenlijk bijna zelf in zitten. Hè. Dat is wel waar, ja. Ik ben helemaal akkoord. Maar ja, het is een mode antwoorden. Het is ook een beetje een noodzeker. Nog beter dat dan helemaal niks. Ja, natuurlijk. Helemaal niks is niks, hè. Ja. Nee, ik bedoel, als de cultuursector op slot was en zo, dan... Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is waar. Het is goed dat die zaken gebeurd zijn. Maar langs de andere kant zie je dan ook van, kijk, dat is allemaal gratis aangeboden geweest. Ja. Dan om de duur denkt iedereen zich, ja, jij vraagt nu toch wel heel veel. Terwijl ik het gratis kan kijken als het gestreamd wordt of zo. Ja. Dat was niet goed, vond ik. Maar ja, het is moeilijk geweest voor iedereen, hè? Heel die periode. Ja, het is ook heel interessant om te zien hoe dat nu gaat evolueren, hè? Of dat gaat blijven, inderdaad, die online content allemaal. Of... Ik denk, alleen voorlopig in elk geval wel, want we merken toch, mijn vrouw is dus directrice van een cultuurcentrum. En niet alleen zij hoor, maar je hoort in heel die cultuurwereld dat de zalen gewoon zijn nooit vol niet meer. Hè. Zelfs als het mag, hè, nu mag het tot 70%, zelfs die 70% geraakt niet vol. Mensen zijn misschien afwachtend, maar zijn ook denk ik op een bepaalde manier verwend geraakt. Hè, door die, voor vele mensen is dat scherm waar dat jij van sprak misschien helemaal geen drempel. Nee, maar zeker mensen die moeilijker te been zijn bijvoorbeeld, die kunnen dan een ongelooflijke weelde de huiskamer binnentrekken. Ja. Maar goed, dat is voor de muzikanten, dat is toch een ander gegeven, spelen voor een cameraoog of spelen voor de warme gloed van een concertzaal. Het is een groot verschil. En zelfs uitgefloten worden is dan ergens nog leuker, denk ik, dan een camera. Ja. Ik zou graag nog eventjes terugkomen op het technische aspect van jouw eigen ensemble. Je zei op een bepaald moment hadden we 3 stafmedewerkers in dienst. Was dat een Vlaams ensemble? Heb je daar subsidies voor aangevraagd? Of hoe financierde je dat? Was een ensemble. Mijn muzici kwamen van overal. Dus ik pikte ze uit naar gelang het repertoire dat we speelden. Maar wij kregen dus wel subsidies. Wij zijn begonnen zonder subsidies, de eerste 10 jaar ongeveer. En dan was er nood om een raad van bestuur en zo te hebben, want ik heb dan de VZW opgericht en zo. En dan moesten we een raad van bestuur hebben en ik heb dan bevriende mensen daarin gevraagd. En die vonden allemaal dat we subsidies moesten aanvragen. Ik was er eigenlijk op tegen. Maar we hebben dat dan gedaan. En we hebben 2 keer structurele subsidies gekregen. En wat ik vandaag de dag nog altijd vind, is dat het meeste van dat geld, van structurele subsidies, gaat naar de administratie. Ja. En dat mag niet zijn. Dat vind ik echt totaal ernaast. Dat is een verkeerde aanwending. Dat mag wel een deel daarvan, hè, want... Je mag niet vergeten, als je subsidies aanvraagt, moet je dossiers maken, En dat is een hoop werk. En als je het niet goed doet, kun je naar je subsidies fluiten. Hè? Ja. Want die administratie, die hebben heel bepaalde richtlijnen en dat moet allemaal kloppen. Dus ik ben daar nooit, ik ben daar een zeer coole minnaar van geweest, steeds. En op het laatste zijn wij ook onze subsidies verloren, in de zin van dat we werden omgeleid tot projectsubsidies. Ja. Het
was allemaal goed wat dat we deden. Het was het beste Vlaamse ensemble dat er bestond en we werden in de hemel geprezen. Maar tegelijkertijd kregen we wel geen structurele subsidies meer. Maar we werkten blijkbaar per project. En we moesten naar projectsubsidies verhuizen. Die zouden we gekregen hebben, maar als je projectsubsidies krijgt, ik weet niet hoe dat dan nu vandaag de dag is, maar bij projectsubsidies weet je soms 2 maanden van tevoren niet of dat je er wel krijgt of hoeveel je krijgt. Dus je kunt niks plannen. Je kunt niks plannen. En zeker niet, je kunt de nodige mensen niet een periode laten vrijhouden. Want ja, de mensen van mijn ensemble, ja, die had ik echt 2 jaar van tevoren lagen vast, omdat ik die mensen specifiek wou. En dat is totaal onmogelijk met projectsubsidies. Als het niet doorgaat, hebben die mensen ook geen inkomen in die periode en gaat dan dus zo lastig. Dat kun je gewoon niet maken, dat kan je echt niet maken. En dat was dus, ja, dat was het einde van de exploration. Ja, dat is een haat-liefdeverhouding met subsidies. Ik ga nu mijn ensemble, ik heb net terug gestart, en ik ga geen subsidies aanvragen. Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je de muzikanten dan betalen? Of hopen concerten verkopen en op die manier op gage werken? Of, ja. En alles zelf opnieuw of met een agent werken? Wel, mijn dochter gaat dat helpen om te verkopen en de administratieve kant en zo. En zij moet dat niet gratis doen. En ze gaat dat gewoon doen en dat zal het zijn. Ik wil ook niet meer zo intensief als vroeger, hè, want Ensemble Exploration toen was echt wel heel veel. Het was meer dan een fulltime job voor mij. We speelden heel veel concerten, overal. Dus dat wil ik niet meer. Ik wil ook, als het enigszins in België kan, zou ik het allemaal hier doen, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar zo gaan we dat doen. En ik heb de luxe en de meeste van de mensen die ik nu vraag ook, dat ze het niet meer moeten doen om te kunnen van leven. De meeste zijn zoals ik gepensioneerd of nagenoeg gepensioneerd. En voilà, het zal om louter muziek maken gaan. Maar toch dat artistieke vuur blijft branden. Maar ja, maar helemaal niks is. Het is maar niks, hè. Klopt. Dat zit er zodanig in en ja, ik kan geen... Ik kan nog heel goed spelen, maar ik ben nu 65 en ik voel dus aan mijn hand dat die begint te verslijten. Ik heb artrose in mijn duim en ik wil niet op het podium ineens verkeerde reactie hebben omdat er een pijn schuit in mijn hand. Dus die grote solozaken ga ik niet meer doen, maar de kamermuziekzaken, dat zal nog best gaan en ja, gewoon verder doen. Zolang als we nog goed blijven, hè, want ja, ik heb ook heel veel collega's die blijven verder gaan tot in de treuren, die misschien niet... Ik denk dat het probleem is dat die mensen gewoon niet zonder die aandacht kunnen, zonder dat succes, zonder... Ik denk dat moet zijn, want uiteindelijk word je alleen maar goed omdat je toch kritisch luistert naar jezelf. En dat... Dus natuurlijk, als je bekend bent en iedereen applaudisseren voor mijn naam, maar niet meer voor de kwaliteit dat je hebt, dat lijkt mij gewoon, dat is horror. Dat is zeer integer van u, dat moeten veel mensen nu om bewonderen. Ik ga nog voort, maar van het moment dat het niet meer zal klinken zoals ik wil dat klinkt, dan stop ik meteen, zeker. Misschien tijd om enkele dilemma's op u los te laten. Dus ik heb een zestal vragen en u moet gewoon heel snel antwoorden en dan pikken we daar enkele uit om te bespreken. Historisch instrument of hedendaags instrument? Hangt er vanaf welke muziek je speelt. Correct antwoord, ja. Solo optreden in een recital of solo met orkest? Recital. Lesgeven of performen? Lesgeven. Alleen in de werkkamer studeren of een groep repeteren? Een groep repeteren. België of Zwitserland? Nu België. Suite van Bach, sonate van Ligeti. Bach. Ik ga er één op uitpikken die ik zeer boeiend vond. Lesgeven of performen? En u kiest lesgeven. Ja, resoluut. Dat is zeer opmerkelijk, had ik niet gedacht. Maar performen, wat is performen? Is dat concert spelen?
concerten, hè, daar. Nee, performen, omdat je het zo met dat Engels woord zegt, mm-hmm. als je nu concerteren had gezegd, dan had ik misschien concerteren gezegd. Oké, okay, ja. Maar performen, dan stel ik mij zo eerder een performer voor. Ah ja, zo, ja, ja. Stand-up. Stand-up performance, okay. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, hoe dan ook, kiest u wel vrij prominent voor lesgeven. Ik moet toch zeggen dat lesgeven u enorm veel energie ja. heeft gegeven tijdens uw carrière. Ja. Ja. Fijn, want heel vaak hoor je toch dat lesgeven voor veel mensen een ja, verplicht nummertje of ja, ja. Dus financiële zekerheid, maar u heeft dat toch niet zo gezien. Bij mij is dat zo begonnen. Hè. Ik ben, als ik mijn eerste diplomaatje had, ben ik aan de Muziekacademie van Lier beginnen lesgeven. En dat ging dus van gastjes van 4 jaar tot bejaarde mensen. Ik vond dat dus ongelooflijk moeilijk. Mm. Moeilijk. Ik was toen zo echt in die cello in en nog veel bijleren. En, maar dat lesgeven vond ik echt, dat was echt lastig, maar nodig. Dat maakte andere dingen mogelijk. Hè, want ik had 1 dag per week, de zaterdag, dat ik dan les gaf. En, dat was dan even afzien, want ik vond het toch ongelooflijk moeilijk om dus die kinderen te motiveren. Mm-hmm. Om die, ja, ik had daar dus nul, pedagogisch diploma, dat bestond toen niet. Mm. Wij moesten dus even voor de inspecteur, de muziekinspecteur komen, en die oordeelde dan of dat je een beetje algemene cultuur had en zo van alles. En dat was dan. En dan mocht je al of niet lesgeven, en ik mocht lesgeven. Maar ik had gewoon, ik wist van niks. Ik kende geen enkele methode, ik kende niks. Ja, dus ik moest lesgeven. Ik heb daar dikke fouten gemaakt, hè. Dat kan niet anders. Maar ik heb dat 10 jaar aan een stuk gedaan en dat heeft mij de belangrijkste jaren van mijn ontwikkeling, zo gezegd, van alles mogelijk gemaakt. Omdat ik toch een beetje geld verdiende. Dat, en dan, ik weet niet hoeveel concerten ik kunnen bijvoorbeeld voor niets spelen. Ik heb heel veel gewoon gratis gespeeld om toch maar te kunnen spelen. Hm. Maar nadien is dat dan wel veranderd. Hè. Ik ben echt heel graag bezig geweest met getalenteerde mensen. U zegt dat u fouten heeft gemaakt tijdens uw DKO-periode. Als professor later heeft u ook fouten gemaakt? Ja, iedereen maakt fouten. Dat natuurlijk maakt je fouten. En voornamelijk in het hoe je iemand benadert. Zo, of hoe je iemand aanpakt, zo. Dat vond ik echt veruit het moeilijkste, want diagnose stellen, mm-hmm. houding, hoe ze bepaalde zaken moeten doen, psychologisch ook goed. Maar het is voornamelijk de psychologie die moeilijk is, vind ik. En daar kan niet anders, dat je fouten maakt. Wat vind je nu het belangrijkste dat je meegeeft aan je studenten, of hebt kunnen meegeven? Ja, als ze natuurlijk, ze komen als cellisten bij mij studeren en ja, die cello is natuurlijk een middel om muziek te maken. En dat is denk ik hetgeen wat ik ze heb proberen meegeven, dat is gewoon, laat die cello, dat moet je kunnen vergeten. Als je naar een cellist luistert en je hoort de cello, dan is het verkeerd. Ja. Je moet muziek kunnen horen, eender welk instrument, denk ik. En dat is het moeilijkste, denk ik, van ons beroep, maar ook het spannendste, hè, het leukste eraan. En dat heb ik geprobeerd. Maar ja, het is niet altijd simpel. Zeker niet als ze echt moeten knokken om aan een job te geraken en zo. Om dan nog vrijheid muziek te kunnen maken en te interpreteren en te... Het is soms veel minder mooi dan wat de meeste mensen denken. Voor jonge mensen, in elk geval. En jij hebt zelf nooit echt deelgenomen aan een internationale wedstrijd. Begeleid je nu wel jouw studenten om daar wel aan deel te nemen, of ben je daar nog altijd niet zo'n voorstander van? Ik ben daar geen grote voorstander van. Ik heb ook mijn studenten nooit daar naartoe gebracht. Maar ik vind het wel, er zijn veel studenten van mij die het al gedaan hebben. Dat wel. Dat, maar dat is hun eigen
Ik heb altijd geweigerd om een wedstrijdprogramma specifiek voor te bereiden in de klas, bij mij. Omdat ik een eigen traject met die mensen voor ogen had, van die heeft dit nodig en zij heeft dat nodig. Maar als ze dan daarnaast nog zaken wouden doen, dat is voor hun eigen rekening geweest. Maar langs de andere kant zit ik in de commissie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja. En wat ik daar wel heel belangrijk vind, is dat ik mee kan sturen dat ik die logge boot van de traditie kan proberen sturen in een bepaalde richting. Want uiteindelijk, het repertoire, iedereen zegt voor cello, ja, het is een klein repertoire, maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Omdat iedereen altijd hetzelfde speelt en dat horen. Voilà. Ons repertoire is kleiner als dat van de pianisten, of de violisten, of de zangers. Echt wel. Maar er zijn zoveel ongelooflijk goede stukken geschreven voor ons. En daar moet echt aan gewerkt worden. En, daarom ben ik ook in die commissie gestapt en ben ik ook jurylid en zo. Omdat ik vind dat daar moet absoluut iets aan gedaan worden. En kon je dan als lid van de commissie een deel van het programma wijzigen? Ja, langzaamaan. Die boot die gaat heel traag. Hè? De grote boot heeft veel plaats nodig om van een bocht te pakken. Maar het is een bijzonder positieve samenwerking, hè? Ja. Dat moet ik wel zeggen, maar ergens heeft men toch nog altijd schrik om, bijvoorbeeld, ik wou dat Dvořákconcerto en die Ewen Elgar en Shostakovich de eerste, ik wou die gewoon laten verbieden, ja. Maar dat gaat nog niet. Ja. Maar we hebben wel al Boccherini-sonates in de eerste ronde. Ja. We hebben wel al, nu ook, Comte Jolivet en Hindemith onder de hoek kijken als plichtwerken in de tweede ronde. Langzaamaan. Hè? Maar het is echt belangrijk. Het is een gedragswijziging. Hè? Dat zal een tijd duren. Ook bij het publiek. Hè? Want we zijn verknocht aan de Ragdries en de violconcertos van Tchaikovsky. Inderdaad. Maar ja... Mensen hebben schrik van iets dat ze niet kennen, hè? Maar organisatoren ook, hè? Ook. Die hebben dan schrik van het publiek dat niet meer zal komen. Wat dat de realiteit is, als je nu de cijfers ziet, ja. Is moeilijk, hè? Ja, dat is inderdaad zo. U spreekt over het repertoire voor cello dat zo uitgebreid is. Ik kan me voorstellen dat u een enorme bibliotheek aan partituren had, moet ik zeggen, want vorig jaar... Het was een zeer opmerkelijke uitzending van Music Matters met Olaf Grondelaars, waar u live in de uitzending zei dat u een groot deel of uw collectie partituren zou gaan veilen voor het goed doel. Mm-hmm. Samen met een cello van Joris Wouters, als ik het goed heb. Ja. Hoe is dat verlopen, dat project? En bent u blij met de uitkomst? Ah, wel, het heeft niet genoeg geld opgebracht, vond ik. Mm-hmm. Dat zijn van de dingen die je moet afwachten. Wie dat erop afkomt en zo. Maar uiteindelijk vond ik dan, allee, de noden waren zo groot. Mm-hmm. Toen bij voornamelijk jonge collega's van ons, dat er absoluut iets moest gedaan worden. Hè. Dus daarom die actie. Maar ja, ik vind dat niet genoeg heeft opgebracht. Ik ben niet rouwig dat mijn cellobibliotheek nu, die is in goede handen terechtgekomen. Maria Lijnke heeft ze gekocht. Dat zit nu in het conservatorium van Brussel en alle studenten hebben toegang daarop. Dus dat vind ik geweldig. Mm. Ja, maar dat is een hele hoop. Hè. Dat zijn veel partituren. En daar heel veel persoonlijke notities en zo? Of wat dan? Ja, dus er zijn een heleboel persoonlijke notities. Vingerzettingen en zo, van alles, maar dus de meest afgeleefde partituren heb ik toch niet durven geven, dat hangt aan mijn haken en ogen aan één. Zie jij dat het zo meteen. Maar er zijn heel veel spiksplinternieuwe partituren tussen ook, hè, want ik kreeg er veel toegestuurd zo van uitgeverijen en zo, dus dat is allemaal mee. Mijn kamermuziekbibliotheek die heb ik nog altijd, dus die zal nog wel gebruikt worden. En die cello van Joris Wouter is een fantastisch instrument, hele mooie cello. En die is verkocht, maar voor veel te weinig geld, omdat er ook te weinig interesse was. Er waren weinig mensen die blijkbaar een cello nodig hadden, ja. Maar ze is in goede handen ook.
Is dat nog een... misschien een verkeerde veronderstelling dat een instrument van een Italiaanse bouwer moet zijn, even oud. Is er een terughoudendheid ten opzichte van nieuwbouwinstrumenten? Ja. Terecht? Nee. Helemaal onterecht. Want het bekendste, het meest extreme voorbeeld zijn dus die blindproeverijen, zeg maar. Ja. Hè? Zo van, dat je niet weet welk instrument dat bespeeld wordt, dat wordt dus vaak op cellofestivals en zo gedaan. En dan komt een nieuwbouwinstrument en het volgende instrument is Stradivarius en het nieuwbouwinstrument wint met glans en verven. Echt? Altijd? Vaak. En dan is de prijs een tiende van... Maar dat heeft heel veel met... Ja, dat is een soort snobisme bij de strijkers. Dan moet ik echt zeggen, een soort snobisme dat ik nooit begrepen heb. Ik heb nooit de centen gehad om... Een Amati of een... Maar nee, nooit. Miljoenen. En er zijn inderdaad wel mooie instrumenten tussen. Maar die zijn geen 100 keer mooier dan een nieuwbouwinstrument. Want er zijn prachtige bouwers van nieuwe instrumenten. Echt hele goeie. En dat kost dan echt een duizendste, hè, van zo'n oude Italiaan. En dat is helemaal onterecht. Altijd heb ik jonge mensen die instrumenten zoeken aangeraden voor nieuwbouwinstrumenten te kopen. Maar dat is... Die drempel waar je van zegt van ja, het moet veel kosten, want anders is het niet goed. Dat is met veel dingen zo. Jammer genoeg zo. Hè. Terwijl dat ik heb altijd mijn oren gebruikt. Ja. En ik heb vaak, ik had vroeger een cellotje, een Frans instrumentje. Goed instrument, klonk open, had alle kwaliteiten. En ik heb daar dan vaak dubbelconcerten van Brahms mee gespeeld. Ik ga geen namen noemen wie dat er naast mij stond als violist, maar dat de mensen kwamen van, wat een cello heb jij, want die viool. En het is dikwijls omgekeerd, in dat dubbelconcerten van Brahms is een cello wegens de tessituur zwakke broertje. Dus dat is allemaal zo relatief. Maar er is snobisme onder de strijkers. Toen je 15 jaar was, zat je in een muzikale crisis. Is er daarna nog één voorkomen in je leven? Of nee. Altijd zeker geweest van je stuk? En nooit een moment geweest dat de concerten ietsje minder vlot binnenkwamen of zo? Jawel. Jawel, hè. Toen ik dus besloten heb om te stoppen met Exploration, is er ineens een gat geweest. Want ik heb 15 jaar fulltime Exploration gedaan. Ja. Nagenoeg geen soloconcerten gespeeld toen. En dan in één keer, dat is toch 2 jaar. Maar en hoe ben je daaruit geklommen? Ja, gewoon, ja, zoals vroeger, hè. Ja. Weer veel bij mensen. Ja, gewoon gezegd, voilà, ik ben hier terug. Ja. Natuurlijk uw naam al en dat... Wel, maar ja, natuurlijk, dat helpt, hè, dat zeker. Ja. Zeker. Ja. Ik vond het ook wel heel interessant dat je zei dat je heel veel... gratis hebt gespeeld. Want ik merk toch ook bij heel veel jonge muzikanten dat ze niet altijd een volle concert gaan hebben. En dan als ze zegt, ja, ik doe daar een projectje, maar het is gratis of het is zo semi-professioneel, dat ze daar een zekere schroom tegenover hebben. Terwijl dat de eerste concerten dat ik deed als ik afgestudeerd werd, waren ook zo. En ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden. Dat is natuurlijk heel dubbel, hè, want tegelijkertijd word je eigenlijk niet correct vergoed voor wat je doet. Mm-hmm. Langs de andere kant heb je die concertervaringen zo brood nodig. Zou je dat aanraden aan jonge muzikanten? Ja. Ja, en je moet ook gewoon, je moet u laten zien, hè. Je moet u leren kennen, want dat is toch belangrijk. Hè. Als je gewoon op je stoel thuis, achter je piano of achter je oboe blijft zitten, dan niemand kent u dan. Je moet gewoon deelnemen en dan van het een zal het ander wel komen, hopelijk. Het is gewoon... Je mag nooit afwachten tot als je een dik betaalde job krijgt, want dat is onbestaande gewoon. Je moet daar zelf voor zorgen. Zou dat uw gouden raad zijn, als ik u één raad zou vragen, voor een jonge cellist of jonge muzikanten, wat is de gouden raad van Roel Diltiens? Initiatief nemen. Zelf initiatief nemen. Ja. Ik zou nu zelf wel niet gaan affiches plakken en zelf concerten organiseren. Dat heb ik ook nooit gedaan, maar gewoon zelf
zelf de boer opgaan. Dat is heel belangrijk, ja. Ik denk dat een hele mooie noot is om het boeiende gesprek mee te besluiten. Ja, inderdaad. Super interessant. Heel erg bedankt. Met heel veel plezier gedaan. En nog veel succes met vervolgen. Ja. Bedankt. Dank je wel. Dit was Podcast Freelancer. Wij zijn Frauke Elsen en Florissant Bataille en Stefan Vermeers en David Carnet achter de knoppen. Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Laat een berichtje achter op onze Instagram of Facebookpagina of stuur een mailtje naar podcastfreelancer@gmail.com. Onze enorme dank gaat uit naar onze partners: PayPro Services, Concertgebouw Brugge en Maak Knokke-Heist.